Minister Gert Leers van Immigratie doet aangifte tegen de actiegroep die zijn woning in Maastricht met rode verf heeft besmeurd. Dat meldde zijn woordvoerder donderdag. De anarchistische actiegroep Geen Bloed aan Mijn Handen gooide in de nacht van woensdag op donderdag verfbommen tegen het huis. In een korte reactie zei Leers dat het mensen vrij staat om te demonstreren, maar hij vindt het niet acceptabel wanneer een demonstratie zich richt tegen iemands persoonlijke bezittingen en daar schade aan aanricht. De activistische organisatie Geen Bloed aan Mijn Handen eiste het bekladden van minister Gert Leers huis in Maastricht op.